Hartelijk welkom bij Verrassende Verenigingen, de serie van Schagen TV, waarin we op zoek gaan naar verenigingen, clubs, activiteiten, sporten, die doorgaans wat minder aandacht krijgen in de media. En vandaag zijn we te gast bij Scouting, bij de Ridder Magnus Groep in Schagen. Scouting bestaat al meer dan 100 jaar, maar wat houdt het tegenwoordig in? Nog steeds fikkie steken, dat weten we wel uit onze jeugd, maar ook speurtochten, kampen. We gaan het allemaal horen. Kijkt u mee? Jullie hebben vandaag een open dag, hè? Wat gebeurt er allemaal? Nou, we hebben vandaag een open dag in het kader van de promotie van de groep. Een beetje om het ledenaantal aan te trekken, de kinderen wat meer naar buiten te krijgen. Tegenwoordig zitten ze heel vaak thuis computerspelletjes te spelen en dat soort dingen. En laatst is er in het nieuws geweest dat de kinderen gerust wel eens een keer in een boom mogen klimmen. En misschien ook wel eens een keertje eruit mogen glijden. Zo hebben we vandaag wat activiteit opgesteld met echte scouting dingen. Zoals je kan zien zijn hier al houthakken achter mij. Workshop houthakken. We hebben popcornmachientjes maken. Er is Henk die doet boogschieten. Dat is zijn hobby. En die is leiding geweest hier en die wil dat heel graag in ere houden. We hebben achter het gebouw een kampvuur opgesteld. Daar gaan we een frikandellen maken, stokbroodje bakken. Binnen zijn ze dan pannenkoekjes bakken, vaccinelichtjes. We hebben een tafel met allemaal oude dingen van vroeger staan. Dus wat dat gaat, hebben we genoeg dingen eigenlijk zeg maar om te laten zien. Bernd, jij bent ook actief hier bij de scouting. Waarom moeten al die leuke kinderen van de regio Schagen lid worden van deze scoutingvereniging? Omdat ze heel veel missen achter een beeldscherm. Het is leuk achter de computer, maar de echte wereld is veel leuker. Ga naar buiten, daar valt veel meer te beleven. En dat kan je hier ontzettend goed doen. Scouting bestaat ruim 100 jaar. Baden Powell heeft het opgericht. Het doel is zelfredzaamheid van kinderen bevorderen. Is dat nog steeds het doel? Ja, dat klopt. Dat is nog steeds het doel. Scouting bestaat al toen nog padvinderij ruim 100 jaar. Een paar jaar terug bestond in Nederland 100 jaar. Daarvoor, een paar jaar daarvoor, is eigenlijk de oprichtingsdatum. 1907, meen ik uit mijn hoofd. Dus dat is een mooie tijd terug. Scouting is in Schagen al ver voor de oorlog begonnen met verschillende groepen. Maar na de oorlog zijn ze echt als Ridder Magnus Groep doorgegaan. Ja, en de rode draad is toch nog weer het zelfredzaamheid, je eigen verdiepen in de dingen van vroeger. Pionier is er altijd in gebleven, kaart- en kompas technieken zijn erin gebleven, knopen. En fikkie steken ook, ruiken we? Uiteraard fikkie steken, want daar komen de kinderen lijkt wel voor. Ja, en dat is ook echt dat leren ze hier gewoon in de natuur een vuurtje te maken als nodig is. Nou, in de natuur, dat mag tegenwoordig niet meer. Wij hebben hier achter het gebouw een kampvuurplaats. En dan hebben we het eigenlijk gewoon de mogelijkheid om beknopte vuurtjes te houden. En meestal gebruiken we die vuurtjes gewoon voor in het programma zelf. Het is niet zo om behouden een fikje stoken en lekker laten uitbranden. Het is gewoon een stokbroodje bakken, wat ik net al aangaf. Op je mooie scoutingblouse zien we allemaal insignes ook staan. Waar staan die voor? Het zijn er heel veel. Nou, de blauwe, dat is het wereldinsigne. Die dragen alle scouts over de hele wereld. Die krijg je als je geïnstalleerd wordt. Dan krijg je eerst een mooi pak en dan een groene voor de jongste groep. De middelgroep een keiki. En de groep die ik draai, die heb dan een, noemen ze briek, deze kleur. En dan krijg je een wereldinsigne. De das krijg je erbij. Dit is het spel, dat is nog het oude speltakteken van de Rowans, Explorers. En hier hebben we dan nog het naambandje van de groep, de Ridder Magnus Groep. Dit is nog het oude Haakshoekteken, het oude district van vroeger. Tegenwoordig zit het in de regio, Noord-Holland-Noord. Ja,
Dus dit zijn twee oude bitches van jaar activiteiten. Jamboree. In 1995 bestond de groep 50 jaar. Hadden we ook nog weer een aparte badge van laten maken. Hey Hugo, ja? Zitten we lekker hè, bij het vuur? Ja. Jij gaat straks smikkelen van een heerlijke frikandel. Ja. Wat is er zo leuk aan de scouting? Je doet gewoon heel veel buiten en je leert allemaal dingen. Je leert pionieren, knopen leggen, met messen omgaan, je leert met vuur omgaan. Met messen omgaan? Ja. En koken? Koken. Maar wat leer je dan met messen? Hoe je moet snijden, de regels van snijden en ja, zulke dingen. Dus je leert inderdaad heel veel dingen die je in het dagelijks leven kan gebruiken? Ja. Hey, Hugo, worden er ook veel dingen georganiseerd door scouting? Ja, je gaat er soms op kamp, je gaat soms op avonden ga je naar bijvoorbeeld een speurtocht doen door Schagen. En als je op kamp gaat, waar ga je dan naartoe? Naar Denemarken. Sommige kinderen gaan nu naar Denemarken toe. Is scouting voor jongens en meisjes? Scouting is zeker voor jongens en meisjes. Ja, wij hebben een gemengde groep. We hebben drie leeftijdsgroepen van 7 tot 11, van 11 tot 14 en van 14 tot 18 jaar. En dat zijn eigenlijk allemaal gemengde groepen. En vanaf 18 ben je zelfredzaam? Dan kunnen we nog een groep extra maken voor degenen die door willen. Dat noemen ze roverscouts. Wat is de contributie op jaarbasis? Op maandbasis is dat 9,5 euro. Op maandbasis? Op maandbasis. En dat is gewoon voor 10 maanden per jaar in de zomervakantie. Als we niet draaien, hoef je ook geen contributie te betalen. En je mag 3 keer voor niks komen kijken. En als je er nog steeds zin in hebt en nog steeds leuk vindt, want dat lijkt me meestal wel, dan mogen ze gewoon een inschrijfformulier invullen en lekker blijven. En ik moet het vragen, want dat vragen we altijd bij deze serie van verrassende verenigingen. Kennen jullie ook zoiets als een derde helft? Dat doen we niet aan. Het is niet als bij een voetbalclub dat we na de opkomst lekker met z'n allen om een kratje heen gaan zitten. We hebben een groep die staat buiten de alcohol. Ja. Dat is ook echt een regel? Ja, dat is echt een regel hier binnen de groep. Ook als we met de jongens op kamp gaan, dan is het gewoon pertinent geen alcohol. Want je bent toch verantwoordelijk als je met de mensen op pad bent. Wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers, tegen de kinderen die aan het kijken zijn? Gewoon naar scouting gaan hier in Schagen. Gewoon naar scouting gaan? Ja, je mag gratis komen kijken hier, 3 keer. Mm-hmm. Dat heb jij zelf ook gedaan. Hoe lang zit je er al bij? Iets van 4 jaar. Dus jij bent dan een hele ervaren scout. Ja.